Ja, ik krijg de laatste tijd nogal veel berichten van jullie. En die zeggen tegen mij: Harry, jij moet gewoon heel gauw iets gaan zeggen over een liter benzine aan de pomp in Nederland. Ja, want dat loopt helemaal uit de hand. Ja, €2,25. Ja, dat zeggen jullie tegen mij. Dat kan toch zomaar niet doorgaan. Dat moet toch iets aan veranderen, Harry, alsjeblieft. En hoe zit dat dan als het 2,25 is in Nederland? Hoe zit dat dan bij jou in Spanje? Nou vrienden, ik ga dit jullie niet laten zien om jullie jaloers te maken. Maar goed, kijk met me mee. Daar komt hij aan. Tada, zie je hem staan? Tada, ja, dat is hem. Dat is hem. 1,59,9. Ja, gewoon de 95 van benzine. Ja, oh vrienden. Ja, hier nog één keer. Hier, 1,59,9, zeg maar 1,60. Scheelt 65 cent. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou toch mogelijk? Als je gewoon 40 liter gaat tanken. 40 liter of 50 liter. Dat scheelt dat zomaar 30 of 25 euro op een tankie. En dan iedereen maar roepen in Den Haag. Ja, we zijn zo begaan met de mensen met een kleine portemonnee. Dat zijn toch bedragen, vrienden. Dat kan je toch niet maken. Je kan het gewoon niet maken. Ik bedoel, waarom hier in Spanje wel zo laag? 2/3 betalen ze in Nederland. 2/3 is belasting, vrienden. En dan wordt het nog straks nog veel erger. Ja, want dan ben je er nog niet. Nee, want vanaf 1 januari dan gaan ze nog meer accijns op zitten. En nog meer btw. En dan komen er nog eens 20 cent bij. En dan zit je op 2,45. Nou zeg. Hé. Hey. Dat verschil, vrienden, is toch veel te groot. Vrienden in Den Haag, dat snappen jullie toch ook wel. En alleen maar om te voldoen aan al die asielzoekers. Om daar heb je geld voor nodig. En voor je klimaatplannetjes. Daar heb je allemaal geld voor nodig. Hou daar toch mee op. Hou daar mee op. Hé. Hey. Vrienden in Den Haag, genoeg is genoeg.